Lin, heb je vanavond enig moment het idee gehad dat het erin zat tegen deze ploeg vanavond? Ja, je komt op een gegeven moment terug tot 12 en dan hoop je dat er een ommekeer in zit. En dat lukt dan net niet. En dan, dan wordt het heel lastig. En tegen goed spelend Grasshoppers. Maar ja, we waren gewoon niet goed genoeg nu. En waren zij misschien ook gewoon een maatje te groot of is dat te kort door de bocht? Ja, kijk, ze winnen met 16. Dus klopt, de maatje te groot. Alleen, ze lopen uit en in de tweede helft zie je toch dat we kwart tegelijk spelen. Maar we kunnen het niet terugkomen halen, zeg maar. Dat is gewoon zonde. Als je binnen de 10 kan komen, dan wordt het meer een wedstrijd. Maar dat is helaas niet gebeurd. Zag je nog wel mogelijkheden tijdens de wedstrijd? Ja, er zijn altijd mogelijkheden. We komen ook terug tot 12, terwijl ze op 20 staan. Dus dan maak je wel een runnetje. Alleen, het was niet goed genoeg. Heb je dan op het einde van die wedstrijd hier krijg je nog even een mooie toespraak. Wat vond je daarvan? Ja, kijk, we hebben zo'n finale gespeeld. En ik heb ook veel finales met Lisa samengespeeld. En deze ambiance was gewoon schitterend. De vereniging heeft heel hard gewerkt. Gisterochtend was ik ook hier. En waren mensen al aan het opbouwen met 15 man. Heel de dag, gisteren, vandaag. Dat is gewoon mooi en dat hoort er dan gewoon bij. Je stond langs de zijlijn af en toe fanatiek te schreeuwen. Waar ging dat voornamelijk om? Wat voor aanwijzingen waren dat? We proberen wat tactisch te switchen. Om dan van een zone naar een man-to-man en terug. Om te kijken of we wat teweeg kunnen brengen. In zo'n ambiance is het gewoon lastig om elkaar te bereiken. En dan moet je hard schreeuwen, zoals we voor de wedstrijd al over hadden gehad. In de rust nog proberen wat uit te halen? Ja, tuurlijk. We probeerden net iets anders in de rust om dat te doen. Leek een beetje uit te werken, alleen zoals ik zei, niet gelukt. En nu zit het seizoen erop. Wat nu? Ja, het seizoen zit erop. Vakantie. Een deel van het team speelt nog 120, dus daar gaan we hard mee doortrainen. Dan zitten we ook in de richting van de play-offs. Final Four heet het daar dan. En we gaan dit evalueren, afronden en door. Volgend jaar weer verder. Ik neem aan dat je dit nog even moet verwerken. Maar is er misschien achteraf nog een moment dat het misschien wel een mooie avond was hier om in eigen huis die bekerfinale te spelen? Ja, dat moet eerst verwerkt worden daar.